Zaterdag 22 augustus 2020 begon ADO Vrouwen in een stromende regen de oefenwedstrijd tegen Saastem. In de 17e minuut stond Maaike Klink iets te ver voor haar doel en dat werd afgestraft door Saastem. Dat ene doelpunt zorgde ook voor de uitslag van 0-1. Barbara, jij hebt de wedstrijd gezien, niet meegedaan. Wat is jou het meeste opgevallen ten opzichte van andere wedstrijden in deze wedstrijd? Nou, ik denk dat wij in de andere wedstrijden iets meer pit erin hebben gebracht. Dat wij uiteindelijk beter voetbal hebben laten zien, laat ik het zo zeggen. Ja. Dat idee had ik ook al. Ik hoorde ook op een gegeven moment Sjaak wat roepen van hebben jullie er nog wel zin in? En dat werd naar mijn idee eigenlijk in het laatste deel kwam dat een beetje naar voren. Hoe zie jij dat? Nou, wij hebben eigenlijk altijd zin om een wedstrijd te spelen, ja. Want daarvoor train je ook elke dag keihard. Dus het is gewoon, denk ik, gewoon een stukje oppeppen van ons dat er gewoon een stapje bovenop moest. Ja, en zo hebben wij in elk blok denk ik gewoon een stapje erbovenop gedaan, maar het is uiteindelijk niet genoeg geweest. Nee, wel kansen in het laatste blok, maar dan is net de scherpte er. Ja, die kansen die je krijgt, die moeten erin. En dat merk je vooral tegen tegenstanders. Ja, en dan kom je uiteindelijk gewoon tekort als je ze niet maakt. Ja, en dat is zonde, want je weet dat je het wel kan. Ja. Maar hoe kijk je terug op de reeks, zeg maar, die tot nu toe? Nou, ik denk dat we een hele goede voorbereiding hebben gehad met deze wedstrijd uitgezonderd. Want dit is gewoon niet het niveau wat we de andere wedstrijden hebben laten zien. En ik denk dat we heel goed voetbal erin hebben zitten. En dat we dat gewoon iedere keer moeten laten zien. En elke wedstrijd er keihard voor moet knokken. En dat is wel het resultaat dat je nu ziet. Ja, oké. Nou, dan denk ik dat het zaak is om dat vast te houden, zeg maar, dat idee met de groep. Zeker. En dan wens ik jullie verder heel veel succes. Nou ja, gelukkig is de wedstrijd nu ertussen geweest. En dan kunnen we de volgende wedstrijd weer knallen.